wij willen natuurlijk als KNVB-vereniging ondersteunen en hun helpen in hun dagelijkse praktijk door met hun in gesprek te komen. Misschien een aantal tips te kunnen geven, ons platform KNVB Assist onder de aandacht te brengen en zodanig er voor hun te zijn en die rol te spelen die we graag willen spelen. Hier komen voetballiefhebbers uit heel Nederland samen en ik hoop met zoveel mogelijk mensen in contact te komen om te kijken of wij samen met de clubbestuurders de clubs vooruit kunnen helpen. We staan hier nu voor het vierde of vijfde jaar, als ik me niet vergis. We hebben van het begin af aan meegestaan. We hebben het enorm zien groeien. We krijgen steeds meer relaties en nieuwe klanten door deze beurs. Ja, vandaag is wel een hele bijzondere dag, omdat ook de hele discussie over het SBR-rubber ook hier vandaag al samenkomt. Dus voor ons een hele belangrijke dag. Wij brengen geld naar de sport en dat is wat ons verbindt. En in die hoedanigheid zijn we hier vandaag. Er is geen evenement in Nederland waar je zoveel sportbestuurders op hetzelfde moment bij elkaar hebt. We hebben ons nieuw een beetje de markt gezet met onderweg voor sport. We verwachten wel het een en ander aan aanloop, in ieder geval vandaag hier aan interesse in het mobiliteitsconcept wat we aanbieden. Ik verwacht vandaag een aantal hele leuke contacten met de mensen die ons opkomen zoeken op onze stand. Ja, we wisselen ervaringen uit en we bespreken met hun de ontwikkelingen die we hebben voor het komend jaar. Wat wij verdachten te bereiken is dat we en proberen met onze vereniging in contact te komen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Zou ik iedereen willen vragen om volgend jaar hier weer te zijn. Om de informatie te halen die jij nodig hebt om jouw vereniging weer succesvol te maken. We nemen ieder jaar iets meer ruimte in beslag, maar ieder jaar is dat toch wel even afwachten van gaan we dat wel gevuld krijgen. En opnieuw dit jaar zien we dat we toch wel goed gevuld zijn en dat de mensen, de klanten, heel positief zijn over hetgeen wat we hebben neergezet. Proberen wat gezelligheid te creëren en we zijn echt wel tevreden. Ja. De nieuwe datum is volgend jaar, woensdag 15 november 2017.